Goedenavond, welkom bij de persconferentie na afloop van de wedstrijd Almere City FC tegen Telstar. Naast mij de beide trainers. Aan mijn rechterhand voor de kijkers links de heer Marcel Keizer. En aan de andere kant de heer Fred Grim. Ik wil graag het woord geven aan meneer Keizer. En graag van hem horen wat hij van deze wedstrijd vindt. Oké, dankjewel. Twee ploegen tegenover elkaar die weliswaar onderin staan, maar wel altijd van het voetbal uitgaan. Looplijnen die bij Almere zichtbaar zijn, zijn ook bij Telstar zichtbaar. Om maar een voorbeeld te geven, buitenspelen naar binnen, half naar buiten of back eroverheen. Ik vond ons de eerste helft aardig spelen. Ik vind dat we het nog veel beter kunnen, maar het was wel aardig. Ik vond ons ook de bovenliggende partij. Ik moet zeggen dat we een beetje vreemde penalty tegenkregen, maar dat zal allemaal wel. Gaat er gelukkig niet in. In de rust was er niet zo heel veel aan de hand. Vond dat we wel wat scherper moesten zijn aan de bal. Omdat we daar nogal wat lieten liggen. Tweede helft hebben we, misplaatst arrogant gespeeld. Zo zijn we begonnen. Enorm slap, niet meer in duels gekomen. Heel slecht aan de bal. Daar komt ook de eerste call vandaan. Er gaan wel 3-4 momenten aan vooraf bij ons. Ik echt bij mezelf denk, hoe is het gods mogelijk? Ik moet overigens ook wel zeggen dat in de eerste helft je computer. Als je tegen mij hebt, is het ook goed. Geen probleem. Ik moet wel zeggen dat we in de eerste helft ook in het afwerken slap waren. Dus ik dacht dat we daar vanaf waren, na een aantal wedstrijden, maar dat schijnt dus niet zo te zijn. Dus daar was het ook al te slap in de eindfase. Tweede helft, zoals gezegd, in ieder geval te slap begonnen. En waar dat dan ligt, geen enkel idee. Dan krijg je een call tegen waarin 3-4 momenten bij ons fout gaan. Zich te gek voor woorden. Het gebeurt ons gelukkig ook niet zo heel vaak. Wordt goed afgestraft door Almere, daar kun je niks van zeggen. En van daaruit gaan zij ook, komen ze beter in de wedstrijd. Uit de standaard situatie krijgen we er ook nog even 2-0 overheen. Is ook niet iets wat ons vaak gebeurt. Moeten we morgen nog wel wat een en ander over hebben. Dan krijgen we nog een penalty eroverheen. Die is volgens mij wel terecht. Die wordt ook gestopt. En dan op het laatst valt de 3-0 nog. Het was al klaar. Ik had het idee dat het bij 1-0 al klaar was, zoals wij op het veld stonden. Met 3 wissels nog wat geprobeerd, maar daar werd het niet beter van. Dus, dat ligt aan de trainer. Klaar. Meneer Keizer, dank u wel voor deze duidelijke en uitgebreide uiteenzetting. Ik wil graag het woord geven aan Fred Grim. Ja, in grote lijnen ben ik het met mijn collega eens. Ik denk dat wij wel goed begonnen aan de wedstrijd. Redelijk tot goed combineerden. Ook al vrij snel een goede kans kregen met de persoon Rashid Brown. Nou, die schoot hem voorlangs. En we krijgen inderdaad een penalty. Die missen we. En dan krijg je eigenlijk een beetje het mentale gedeelte weer. Dat de jongens bij de pakken neer gaan zitten. Kopje een klein beetje laten hangen. Waardoor Telstar gewoon goed in de wedstrijd komt. Na die penalty zeker de betere ploeg is tot aan de rust. En ik was blij dat we in dat geval de 0-0 haalden in de rust en dat we alles weer even op een rijtje konden zetten. We kwamen dit keer goed uit de kleedkamer, waren best wel agressief, wilden voetballen, bleven onze taken uitvoeren en dan maak je gelukkig 1-0. En dan zie je hoe belangrijk zo'n keerpunt is. Vertrouwen, jongens die erin geloven. En dat is gewoon voor ons heel erg belangrijk geweest. Kwamen weer tot een bepaald niveau. Scoren dan inderdaad ook nog de 2-0 uit de vrije trap. Die Kees goed inkopt. Ja, en we missen dan ook nog en passant nog een penalty. Maar ik vind wel dat we op basis van de tweede helft de betere ploeg waren. En dat we dan ook terecht gewonnen hebben. Meneer Grim, dank u wel. Dan wil ik graag deze persconferentie beëindigen en beide trainers voor de rest van het seizoen nog heel veel succes wensen.